denk geen één bordenspeler, denk ik. Ik denk het ook niet. Ja. Zomaar een walk-out! Nee, Griezmann! Nee! Nee! Nu. Een 7,5 kaper! En die jok! Een 7,5 kaper! Zomaar! Zomaar ben ik rijk! Meer dan Aubameyang! Ja! Ongelooflijk! Ongelooflijk! Ik heb gewoon Griezmannetje gekregen! Griezmann, daar staat hij, jawel! Wat een kaart! Werelds! Ik ga hem trouwens even een heerlijk hunterkaartje geven. Want dat is gewoon nodig op Griezmannetje. Griezmannetje! Mensen, aangezien ik Griezmann heb gepakt, wil ik nu Neymar. Want dan heb ik Neymar op links. En dan heb ik allemaal andere goede spelers ook. Oh, wacht, dan kan ik hem trouwens verkopen. Kom maar. Maar het ding is dus, ik heb nog 200.000 munten nodig. En dan pas kan ik Neymar halen. Dus hebben we even 4 punten voor gekocht van Neymar. Ja, dit is echt duur. Oeh, maar ben je zo duur, man? Neymar. Oh, 650k. Oh, daar is ineens naar beneden. Dan wel 170k nodig. Maar ik heb Coman die ik kan verkopen. Mensen, zoals jullie weten, was ik echt super slecht in FIFA. Echt oprecht. Ik was zo slecht. En toen heeft Raul, FC Glory Roel. Dankjewel, FC Glory Roel. Heeft mij geholpen met mijn tactieken. En nu ben ik oprecht goed. En ik ga nu 6-0 de Weekend League. En ik heb nu net die Griezmann gepakt. Ik heb trouwens die SBC's gedaan. Doe die SBC's. Want ze zijn echt heel goed. Ja, hij is 25k. Kan ik hem verkopen? 25k. Oké, dan moet ik nog 150k halen uit 12.4 points. Dat moet lukken. Maar ik heb nu, jongen, tactieken, jongen. Ik ben nu zo goed, jongen. En meteen verkocht. Oké. We gaan deze packs openen. Laten we hopen dat we een walkout krijgen van 100k. Dat zou fijn zijn. Want dan zijn we al meteen in de buurt van de speler die ik wil. Het is helaas niks. Helemaal niks. Gewoon dikke kak. Kijk, Pacheco. Op de volgende. Ah, we hebben echt 140k nou. Op zich moet het wel lukken, zou je zeggen. 140k. Een walkout zou echt fijn zijn. Ja, nee. Stel je voor, ik pack nu Neymar. Dat zou toch echt absoluut fantastisch zijn. Dat zou echt het beste moment aan mijn leven zijn. Nee, oké, dat is niet waar. Oké, wel waar. Ben je trouwens niet geabonneerd op mijn kanaal, mensen? Dat kan hier beneden. Doe het zeker. Abonneer op mijn kanaal. We hebben de hoogte van leuke video's. Leuke, lekkere en namelijk interessante video's. Fantastische video's. Ja. Kom, geef me een walkout. Ah, wel borden, geen walkout helaas. Braziliaans. Links midden. Oh. Yes, Felipe Anderson. Dat is goed. Ik dacht, Douglas Costa, die moet ik hebben. Ja, Douglas Costa, ja. Maar Felipe Anderson is ook echt goed. Die is echt veel waard. Ik zweer, die is 40k of zo. Yes, lekker zeg. Wat heerlijk. Oh, heerlijk. Die gaan we dan toch gewoon even lekker meenemen, mensen. Ja, geen gezeik. Lekker meenemen. 40k, hoppakee. Dan zijn we er al bijna. Kom op, geef me nog een walkoutje. Kom maar, ik weet je het wil. Ja. Ah, geen walkout over borden. Doe maar weer Braziliaans. Oh, hamziek. Nee, Kampel. Ja, die is niet heel goed volgens mij. Die is ook niet zo heel veel waard. Maar wel 1300 coins. Laat hem verkopen voor 1500 misschien. Levert hij dan nog iets op? Ik heb een lekker walkoutje. Een walkoutje voor de pekkoning van Nederland. Nee, helaas. Dikke vette pauperpech. Hier baal ik van. Besef, ik kreeg die Griezmann dus ook in een 7,5k-pack. Waar gaat het over? Ik heb nog aardig wat coins nodig, zie ik niet. Ik ben niet heel blij mee, maar oké. Okay. Oh mijn god, in mijn eerste 7,5k-pack krijg ik gewoon borden. Ik krijg gewoon borden in mijn eerste 7,5k-pack. Marokko? Ziyech. Oké, die is 9k. Prima, niks mis mee. 9k voor Hakim Ziyech. Oké, toch iets minder dan 9k. Nou, hij zal wel iets van 8 zijn, denk ik. 7,7k. Mooi, we komen lekker voor 7,5. Is dat lekker meegenomen? Dan hebben we gewoon een lekker pakketje te pakken. Helemaal niks mis mee. You love to see it. Mensen, ik heb nog iets minder dan 100.000 munten nodig. En ik heb nog 10.000 VR points. Dat betekent dat ik per 1000 VR points moet ik 10.000 coins krijgen. Dan moet ik wel echt wat pakken hoor, anders wordt het niks. Maar ja, we krijgen hier weer geen borden. Sissoko en Gabriel Jesus in één pack, daar komt die. Je kan dus nu al je contracten tegelijk discarden. Echt super chill. Super nice. Super fantastiek. Borden. Geen helaas. Nou, ik wil deze space niet discarden, want dat is gewoon kloten. Want ik heb ze vast nog wel ooit nodig, snap je? Maar ik moet ze wel discarden, anders haal ik nooit 100k. Non-rare. Ja. Ah, geen walkout. Wel borden. Kom, geef een goede borden. Spaans. Oh, zo slecht. Spits. Oh, niet Borja Iglesias. Laat het dan Rodrigo zijn. Oeh, Aspas. Helemaal niet verkeerd. 85. Daar ben ik gewoon blij mee. Die is gewoon rustig. 8k. Kijk, lekker. Mensen, die Neymar komt eraan. Dan heb ik toch een team voor de Weekend League. Dat wil je niet weten. Hij is 7k. Dus dan huts verkopen we hem gewoon. De rest discarden we. En dan hebben wij weer munten erbij. Namelijk, als die gast straks verkoopt, zit er denk ik op 6. Hé, hey, wacht. Philippe Anderson is ook niet verkocht. Geen idee. De packs zijn oprecht wel voor mijn gevoel een stuk beter dan ze eerst waren. Eerst waren ze echt zo slecht. Eerst toen de game net uitkwam, toen waren ze echt zo slecht. Ik moet nog 75k voor mijn Neymar. Jongens, ik heb dan echt een enorm hutsteam, hè. Als ik Neymar ook heb straks. De prijs gaat naar beneden, hij gaat naar beneden. Oh, lekker. En nu 750.000 munten. We hebben dus inderdaad nog 75.000 munten nodig. Oké, dat komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Kijk, ik loop in met want ik moet eerst 10.000 per 1000 vier points. En nu minder, want ik loop in. Ik ga lekker huts. Sissoko. Bye. Lekker.
Die is helemaal niks waard. Hoe ben ik zo blij met Bailly? En die is helemaal niks waard, die gast. Dit is echt ongelofelijk. Die is 900 coins, Bailly. Hoe kan dat nou? Waarom heeft deze gast zo'n memehoofd? Wat heeft hij met zijn kapsel gedaan? Kijk, als ik zulke packs ga krijgen, dan gaat het heel lastig worden, kan ik je vertellen. Deze gast heeft echt een goede kaart. Wat de heck? Trossard. Wat de heck? Hij ziet ook jong uit. Hij is sowieso talent. Ik denk dat hij 20 is. 24. Oké, laat me zitten. Hij is wel 3000 munten. Dus dat nemen wij lekker mee. Jongens, die chemistry-staaltjes zijn ook allemaal munten waard. Discard ze nou niet. Discard ze nou alsjeblieft niet. We hoeven nog maar 70.000 munten. En dan zijn wij bij de fantastische Neymar. Enorme huts Neymar. Wat gaan we dan ongelooflijk lekker, jongens. Wat gaan we ongelooflijk lekker. Oh, speelkaartje. Jongens, geld. Dat is geld. Ik zie hier zomaar 1800 coins. Bij op 700 kaart. Hoeven nog maar 50.000 munten. Heb ik Neymar. Besef trouwens even hoe chill het is dat ik die Griezmann heb gepakt. Ik kon nu die andere Griezmann kon ik gewoon verkopen. Gewoon weg. En ik heb nu gewoon een gratis Griezmann eigenlijk. Die ook nog eens omhoog gaat als hij in vorm krijgt. Vanaf nu ben ik groot Griezmann fan dit seizoen. Laatst is Barça echt niet heel best, als je het bekijkt. Niet, ja, die verliezen nog best wel wat wedstrijden, helaas. Vind ik echt jammer. Maar ja, met name Griezmann moet gewoon goed doen. Gewoon fantastische speler, Griezmann. Die moet echt meer in vorm krijgen, vind ik. Persoonlijk, hè, ben ik gewoon van mening. Ha, die non-rares, daar gaan we niet mee redden, hoor, de oorlog. Oké, na deze pack hebben we 700k. En na deze pack hebben we trouwens 750k, want ik ga een fantastische speler pakken. Non-rare, word je er niet goed van. Heb ik dan maar een non-rare van Bayern. Die zijn nog veel geld waard. Nee, absoluut niet. Geen Walker Joe borden. Geef een goede borden alsjeblieft. Argentijn, CV. Oh, Otamendi. Die is niks waard. Echt 2k. Jammer. Jammer. Hij is ook slecht. Niet normaal slecht. Kijken of hij echt op legit niks waard is. Of dat ik hem wel nog kan verkopen voor iets. Oké, maar hij is nog 2.3k. Die nemen we dan maar mee. Moet alle kleine beetjes helpen, maar ik doe niet graag, hoor. Daar gaan we weer. Ah, geen walkout. Wel weer borden. Braziliaans. Links mid. Ah, oh, wie is dit? Felipe of zo? Waar speelt die nou weer? Bij Ying Zhang Suning. 2k. Dat is dan wel weer lekker, maar voor de rest, wat een kaart. Hey, CVCVM, zien jullie wat ik zie, jongens? Dat is weer 1000 munten, jawel. Oh, nog maar 40.000 munten. Oh, nee maar. Dan ben ik eigenlijk al Elite 1 als ik die heb. Dus eigenlijk is het ook wel zielig voor de tegenstander waar ik tegenkom, want ik ben zo ongelooflijk goed dan. De rest verkopen, quicksellen we, weg ermee, weg Gonloos. Sinds wanneer heeft Jules 90 pace? Hij is 10k? Misschien wel meer? 90 pace? Maar waar komt dit vandaan? Ik zweer, die had vorig jaar 80. Hoe ben ik nou gek aan het worden? Toen maar heb je 90 pace, Jules. Jules had ook al 87 pace vorig jaar. Hè? Oh, ik haal hem gewoon letterlijk door de war met die van die andere van... Jezus, ik ben echt een mogol. Laat me zitten, mensen. Laat me lekker zitten. Ik haal hem door de war met Smeltzer. Want die is natuurlijk zo traag als ik stront. En wat gaan we dan lekker? Want die is ook weer verkocht. Nog maar 25.000 munten. Oh. Neymar. Laten we even kijken of het Neymar is. Want hij is natuurlijk naar beneden in prijs. Nee, hij is... Oh, nee. Nee. Nee! 256! 6k omhoog! Dat is 4 packs openen. Hij moet niet te veel omhoog, want dan haal ik het gewoon oprecht niet. Mario. Eentje sokken en we hebben het. Oh, Inaki Williams. Jawel. 26k, jawel. Inaki Williams. Jawel, hij is echt best wel goed, hè? Hoe duur is hij? Hoe duur is Inaki Williams? 27k. Want dan kunnen we Neymar kopen. Neymar. We hebben 158k. Ik ga hem daarvoor gewoon snipen. Want ik ben een ongelooflijk goede sniper. Ik zweer het je. Ik ga toch een goedkope deal krijgen. Daar word je helemaal bang van. Hij is 161k. Zomaar is hij 161k. Oké, laat maar eens. Ik ben gewoon blij als ik er gewoon eentje krijg. Geef mij lekker een Neymar. Lekker een smikkel Neymar. Jullie weten dat ik hem wil. Ik wil hem ook inderdaad. Ik heb oprecht best goede packs gehad. 750k, wat een enorme steal. Hij is al clean ook. Oh, een clean Neymar. Lekker zeg. Helemaal niks mis mee. Mijn teampje in. Oh, wat heb ik een team. Ik heb alleen geen jagerkaartje nu. Ik kan hem kopen, want ik heb genoeg coins. Ja, mensen, voor de mensen die vragen. Koen, ben jij zo'n enorme flapdol die overal jager opzet op elke aanvallende speler en shadow op de andere? Ja, het liefst wel, ja. Hoppakee, 4.6. Geen enkel probleem. Pro sniper, dankjewel. Oh, nee, hoef ik niet. Mensen, kinderen, mensen, dames en heren, mensen, lekkere mensen. Dames en heren, wat een team. Oh my god. Maar eerst even een LBLM. En daarna geven wij hem een heerlijk jagerkaartje. En dan is mijn team klaar. Mijn team ziet er zo uit. Wat een team. Waarom zijn er geen PSG-coaches? Er zijn geen League One coaches. Waarom zijn er in godsnaam geen League One? En, of ik heb ze gewoon niet, dat kan natuurlijk ook. Dat zal het wel zijn dan. Oké, laat maar zitten dan. Dat kan dat ook niet. Mensen, dit is mijn team. Hiermee ga ik 30-0 halen in de Weekend League. Je denkt, Koen, dat is onzin. Dat is het zeker niet, want ik ga het echt doen. Ik ga echt 30-0 halen. Ik ga nu zeggen, ik ga echt 30-0 halen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Doe denk ik een duimpje omhoog en dan zie ik jullie bij de volgende video. Wat een ongelofelijke smikkelbeer is dit. Wat ben ik blij met jou. Yes. Mensen, de groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kom BTC, niet voor later.
een verdubbeling. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in.